Welkom hier op het Onderdijks. We mogen deze fantastische hoekwoning uit 2018 verkopen. Met bijzonder veel ruimte, die gelegen is trouwens aan een autoluwe straat. Alleen de pakketbezorger mag met zijn busje hier komen, verder komen hier geen auto's. Het is een grote woning, dus we gaan snel beginnen. Ik laat je alles in een korte video even zien. Welkom in de rivierloop nummer 71. Wat een binnenkomst. Als je kijkt wat een ruimte. Dat komt omdat de woning is uitgebouwd toen direct al in 2018, maar ook omdat het bijzonder strak is afgewerkt. Dat zie je op de vloer, ligt een hele fraaie, strakke vloer, maar ook de plafonds en de muren zijn heel strak gestuukt. Zo'n mooie, strak afgewerkte woning. En hij is ook nog eens heel erg leuk ingericht, met onder andere deze fraaie keuken. Ja, ik vind het een hele leuke hoekkeuken op deze manier. Vaak zie je hem natuurlijk andersom de hoek, maar nu sta je richting de woonkamer te werken. Hartstikke leuk. Nou, hij is voorzien van de koeker. Mooi composiet blad, een mooi groot fornuis. En aan de andere kant vinden we hier de koelkast, een vriezer en een magnetron. Want hierachter vinden we dus een fantastisch grote schuifpui. Die naar de zonnige tuin leidt. Waar we een fijn terras vinden. Een mooi stukje gras. Een berging hierachter. En hier een eigen parkeerplaats. Lekker breed opgezet, dus je kunt gemakkelijk uitstappen. Of een lekkere grote auto kopen, wat jij wilt. Maar fijn dus dat je een eigen parkeerplaats hebt. Daardoor heb je altijd plek. Oh, dat is ook leuk. Zie daar een speeltuintje, wat dat betreft kindvriendelijke wijk. Ja, wil je kijken, het is toch een statig pand op deze manier, mooi. Je ziet er trouwens nog de zonwering, we staan nu vol in de zon, dus ik kan me voorstellen in de zomer dat het fijn is om die uit te doen en dat je dan heerlijk hieronder kunt zitten. We gaan gauw weer naar binnen, want er is echt nog zoveel te bekijken. Op deze eerste verdieping vinden we 3 ruime slaapkamers en een hele fraaie badkamer. En de hele woning is voorzien van kunststofkozijnen met triple glas. Dus je kunt je voorstellen dat die optimaal geïsoleerd is. Bovendien is die voorzien van zonnepanelen. En dan hebben we hier de badkamer. Ik laat hem hier zo zien, maar ik sta nog even stil bij de deur. Dat doe ik normaal gesproken niet. Maar er zijn geen standaarddeuren. Het is net even een andere deur waar een klein beetje een profiel in zit. En natuurlijk leuk hang- en sluitwerk. Dan nu de badkamer. Ja, ik vind hem fantastisch. Met een mooie douchehoek, een lichtbad en een dubbele wastafel. En er is nog een verdieping. En dan zijn we hier aanbeland op de tweede verdieping, wat een volwaardige verdieping te noemen is. Want het is geen zolder. Alle wanden zijn mooi recht, waardoor je deze ruimte optimaal kan benutten. Bovendien veel glas ook hier, met aan de achterkant ramen, aan de zijkant en aan de voorkant. Ja, bovendien is deze ruimte voorzien van een grote airco-unit, dus in de zomer lekker koel. En ja, zoals in iedere woning inmiddels, ook een werkplekje hier. En dit is toch ook wel weer een hele fraaie. Ja, ben jij nou enthousiast geworden over deze woning? Ik laat hem je graag in het echt zien. Plan gauw een afspraak. Wil jij nou ook je huis verkopen? Ik help je graag en dan maak ik ook zo'n leuke video voor jouw huis.